Goeiedag visvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar Fishing the Lowlands met Hans, dat ben ik. Iedere week een film. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even. Ja, vandaag. Vandaag een extra film. Een how-to. Ik heb namelijk een bellyboat. Dat heb ik al anderhalf jaar. En ik heb er eigenlijk nog nooit echt mee willen oefenen, want een beetje koud water vrees, letterlijk. Het is nu heel lekker weer. En ik heb verleden week heb ik een keertje geprobeerd. En wat bleek? Ik kan niet sturen. En ik dacht, net zoals met skiën, als je met één kant flippert, dan gaat hij sturen. Ik heb van alles geprobeerd, lukt niet. Ik heb de fabrikant gebeld en die heeft me uitgelegd hoe of wat. Want ik had op YouTube gekeken en ik heb nergens kunnen vinden een instructiefilmpje. Hoe stuur je met een bellyboat? Met flippers. Ik ga het dus nu proberen met de instructies die ik heb gekregen. En als het me lukt, dan hebben we een how-to filmpje. En dan staat er ook op YouTube een filmpje, hoe stuur je met de bellyboat. En dan gaan we ook nog eens even kijken of we vissen kunnen vangen. Maar wat dat betreft natuurlijk geen garantie. Ja, ik ga aan de slag. Oh jongens. Ik moet een waterpak kopen met grotere laarzen. Nou, wat ik tot nu toe heb ondervonden, is dus zo met één been trappen. Doe het niet sturen. Maar als je... beetje schuin. Kijk. Dat is leuk. Ja. Vaak hoef je niet 90 of 360 graden te draaien. Dus dan is dat genoeg. Je moet gewoon een beetje schuin. Schuin moet het. Ja. Als je het weet is het logisch. Maar ik zal dus... ik wil naar rechts. Nou, dan ga ik met deze flipperen. Dan gebeurt er helemaal niks. Gie, wat doet het? Oké, jongens, nog even een tip. Haakjes in combinatie met één waadpak. Gevaarlijk. Ik heb hem al een keer moeten plakken. Dat is waar gelukt. We gaan dus even beginnen met een pilker. Ik moet wel mijn stoeltje even bijstellen, want ik sta zwaar in de lichtstand. Alsof ik aan het zonnebaden ben. Je zit volgens mij een haai. Ik zit verdorie vast. Bij de eerste duckdolf die ik probeer. Ja, die ken die duckdolf. Het was ook eigenlijk degene die ik niet wilde bevissen. Maar ja, werd gefilmd. Ja. Kijken wat er af is. Eén haakje is krom. Eén haakje is krom. Nou, ik heb hem. Ik zit weer vast. Ja, dat is het nadeel van een pilker met haakjes aan de onderkant. De rechtje, zeg maar. Kut. Stuk. Het kind is in de dag. Oeh. Ja. Baarstrik is daarom nog niet begonnen. Anders had ik nu al een baarsje gehad hoor. Ja. Ja hoor. Een eerste visje. Is een feit. Op de bellyboat. Een baarsje. Ach jongens, ja, dit is een heel mooi aasje met een heel klein haakje. Daar gaat hij. Maar dat is wel, dit aasje gaat snel met zijn eigen haakje en draadje.
Ik was vergeten schaartje mee te nemen, dus toen ik deze opnieuw had geknoopt, toen zat dit nog even gruwelijk in de weg. Maar ik heb beet. Het leuke is als je deze omhoog haalt, of en als je dat niet meer voelt, dan weet je ook, oh, moet hem weer even uitknopen. Ja, oh, is dat wel blij. Ja. Jongens, dit is een mooie vis. Ja, een snoekbaars. Hey. Oh, zo. Zo. Jongens, ik heb een snoekbaars te pakken. Schoen net. Zit vast. Ga. Gaaf. Gaaf hoor, hé. Hey. Daar. Zo jongens. Mijn eerste snoekbaars van de bellyboot. Zo, wat een bekje. Hé. Hey. Ga, gaat ie. Ha. Echt leuk. Super leuk dit. Goh. Ik ben er wel blij mee. Het is ook een aas waar ik eigenlijk kleine baarsjes mee vang. En nu vang ik een snoekbaars. Snoekbaars, ja. Ja. Goh. Dus met schuintrappel om te sturen. Dat is ook wel logisch is eigenlijk. Een beetje zichtzag. Vind ik het heel makkelijk? Nee. Ik heb een oefening nodig. Maar ik stuur mensen. Dan is dit misschien wel het eerste filmpje over sturen op een bellyboot. Online. Op YouTube. Zo. Goed zo. Hij doet het. Ha, wat leuk. Doet hij het ook? Nou jongens. Leuk. Oh. Ja. Dat was een kleine weerstand. Zie. Oké, jongens. Eerste baasje. Jongens, dat sturen met dat motortje. Dat is wel aangenaam hoor. Beentjes een beetje naar beneden. Flipjes een beetje schuin. Eventueel schuin omhoog. Dan gaat het ook sneller. En ga met de banaan. Ik vind hem wel leuk. Hoi. Zo jongens, ik ga het eens met een shirtje proberen. Ja, dat meen je niet. Hé, hey, dat ging vlotjes. Dat is echt leuk. Dat ging super vlotjes. Goh. Leuk, hè? Als een plannetje werkt, is dat zo leuk. Nou, dat ging super vlotjes. Kijk, jongens.
Mooie barsje. Super. Nou, bye bye. Dat is wat ze eventjes doen. Nou, het is alweer een tijdje stil op de bruidenshed, bruin-wit. We gaan eens eventjes naar geel-groen. Wat doet dat hier? Ja, zo! Oh! Oh, jochies! Niet hard genoeg aangeslagen, denk ik. Daar zat een mooie vis aan. Dat was geen baars. Ja, dat was nou van een enkel haakje met een sjet. Die moet je echt goed aanslaan. Dat heb ik blijkbaar niet hard genoeg gedaan. Oh, dat was een mooie vis. Ja, die pak nu natuurlijk niet meer. Ja, dit is zo'n leukere vis hoor. Wat is dit? Oh, heel mooi baars. Nee, een snoekbaars. Toch nog een snoekbaars. Jochies, dat vind ik leuk. Hup, zet ik eentje. Dat vind ik leuk. Even op de vrijloop. Pakketje, deze voor 0. Nou jongens. Hé? Hoe groot is die andere dan wel niet geweest? Ik had die aanbeet die voor, jongens. Die was gigantisch. Maar die zat niet goed. Nou, kijk eens. Eventjes. Een snoekbaars! Een snoekbaarsje. Ja, die is een beetje te klein. Nou jongens, hij ligt weer op de kade hoor. De bellyboot. Wat zal ik ervan zeggen? Ik vond het leuk. Maar ik vond het ook moeilijk. Het sturen ging redelijk. Maar ik kan nog niet de waal op hoor, met mijn stuurmanskunst. Dus ik moet nog even oefenen. Ik denk ook dat ik wat dat betreft een bootje eigenlijk wel leuker vind. Omdat ik dan ook nog even een glaasje wijn kan nemen of zo. Dat gaat hier niet lukken. Maar is het een leuk spelen ding? Ja. Kan je hem vervoeren als je een redelijk grote auto hebt? Ja. Gaat met een boot natuurlijk niet lukken. Dus is het een welkome uitbreiding in mijn visspeelgoedwinkel? Ja, zeker. Ja, ja. En ik heb een snoepbaars gevangen, jongens. Hey. Ook leuk. Baarsje, snoepbaars. En het sturen. Nou, ik denk dat dit het eerste filmpje is online waarin wordt uitgelegd hoe je moet sturen met de bellyboot. Jullie hebben het dan niet geleerd van de meester, maar van een novice puur sang. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende visvlog van Hans. Bye bye.